Het is zondag 9 april en het leven bestaat uit vallen en opstaan. Daar heb ik vandaag onder andere geleerd van mijn zoontje. En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Welkom op deze hele warme dag. Ik. Uh, ik ben nog bij mijn zoontje en ik heb nog allerlei speelgoed om op te ruimen. Heel de hele vloer ligt hier eigenlijk helemaal bezaaid met allerlei troep. Van tevoren nog heel even een vlog opnemen. Ik was vanmiddag de hele middag in de speeltuin met mijn zoontje en het was echt lekker weer. En het is mooi om te zien hoe een kleinkind leert. Eigenlijk door middel van vallen en van opstaan. En we hebben heel vaak. Of de focus juist op het vallen, of juist de focus op uh, alleen het opstaan. En dan bedoel ik de focus op het negatieve of het uh, positieve. Maar ik denk het hoort er allebei bij. Ik heb hier echt een raar in mijn haar. Goed, zal het met weer te maken hebben. Uh, maar ik vind het heel erg mooi... Uh, om te zien dat vallen en opstaan uh, tegelijkertijd uh, allebei bij het leven horen. Zoals mijn vader vroeger al tegen me, mij zei: in een beetje plat Brabants van op je bek gaan uh, leer je. Dat klinkt weer uh, wat korter door de bocht. Maar het is dezelfde soort uh, uh, levensles eigenlijk. Uh, ik vraag me af of wij jullie doorgeleerd hebben door keihard op je snuffer te gaan. Uh, en uh, als ik het dan uh, link uh, uh, naar autisme, dan. Uh, de quote die we gisteren hadden, dan schijnt je dus wat vaker op je snuffer te gaan bij autisme. Uh, maar ook gelijk wel, dus wat meer kunnen leren. Dus uh, dat vind ik ook wel een mooie uh, mogelijkheid eigenlijk. Uh, dat wilde ik even met jullie delen. Ik hoop jullie uh, morgen weer te zien. Uh, bedankt. Ik ga opruimen, want zoals je ziet, er is nog een hele hoop uh, op te ruimen hier. Uh, fijne dag en geniet nog van het weer. En u wil iedereen natuurlijk een zoontje zien, maar hij belooft om dat niet te laten zien. Dat houden we wel.